Mare en ik nu stiekem het huisje aan het vieren. Lekker aan het kajakken, meiden! Ja, de Malawi! Nou, de laatste week van de community van start gegaan. En deze week gaan we home visiting doen, is het onderwerp. En dan ga je huisjes bezoeken. Ja, wel lekker verkoelend. Gelukkig zijn wij wel wat gewend in Nederland. Wij zijn niet lui. Wij zijn doorzetters, hè meiden? Nu? Ja. Maar we geven niet op. Ondanks dat zij wel een paraplu hebben. Wij zijn zojuist aangekomen in onze lodge bij het Malawi-meer, bij Cape McClear. We verblijven hier een weekendje met het paasweekend. En het is ook nog eens vandaag de verjaardag van Mario. Yes. En morgen de verjaardag van Fleur. Yes. Dus dat gaan we hier allemaal vieren. Dus we maken er een leuk weekendje van. Ja. Dit is onze lodge voor dit weekend bij het Lake Malawi. En als je dan 's ochtends wakker wordt, is dit het uitzicht. Check his own goals on wood. Omdat Marjolein vandaag en morgen Fleur jarig is, zijn Mare en ik nu stiekem het huisje aan het vieren. De meiden zijn aan het wachten met de lunch. Niks door, hopen we. Nee. Ik heb even gezegd dat we moeten halen. Ik ben nu druk bezig. Met deze verrassing. We hebben net even geluncht en we wouden eigenlijk naar het huisje toe gaan lopen. En toen kwamen we een paar gasten tegen die ons het een en ander willen verkopen. Nou, allemaal armbandjes, enkelbandjes. Helemaal leuk. Wat goed. Ja, jullie zijn maar één keer per jaar jarig. Ja, dat is waar. Oh, kijk uit waar je hem open doet. Oh, zo lief. Helemaal versierd. We hebben net die meiden een cadeautje gegeven. Het is een boekje waarin alle mensen van Malawi die we hebben leren kennen wat hebben geschreven. Al onze smoesjes komen nu boven water. Tijdens het heerlijke ontbijt hier zo. Wie is Marie? Wat staat hier op? Hier is de kaartjes aan het uitpakken. Die ze allemaal, nou niet heeft ontvangen, maar heeft meegekregen. Met confetti. Oh, allemaal confetti erin. Omdat ze jarig is. Oké, we zijn nu op weg naar Winnaarseiland. Thank you.
marktje. I want to run you.